Reason why they fired you? De reden waarom je ontsloegen? So you could think. Zodat je kunt nadenken. You haven't thought for a long time. Je hebt te lang niet nagedacht. Crisis. Crisis. Produce innovation. Brengt innovatie. There was a young lady in our church. Er was een jonge vrouw in onze kerk. She came to me one day crying. En ze kwam op een dag huilende. And she sat in my office weeping. En ze zat in mijn kantoor. She said, Pastor Bob, I just lost my job. Ik heb net mijn baan kwijtgeraakt. I got 3 children. Ik heb 3 kinderen. No husband. Geen man. How am I gonna make it? Hoe moet ik rondkomen? And this is my last paycheck. Dit is mijn laatste salaris. This is it. It's over. Dit is klaar, over, voorbij. And she cried and cried. En ze huilde en huilde. I waited till she was finished. En ik wachtte tot ze klaar was. And I said, are you finished? Ben je klaar? Yes. Ja. And he said, okay, so you. So you got fired. Dus je bent ontslagen. Yes. Yeah. I said, so what's the problem? Dus wat is het probleem? What do you mean? Wat bedoel je? I said, what's the problem? Wat is het probleem? I said, okay. Okay. I'm gonna give you some advice. Ik ga je advies geven. Do exactly what I say. Doe precies wat ik zeg. And I guarantee you. En ik garandeer je. You'll be glad you got fired. Dan ben je blij dat je ontslagen bent. Yes, Pastor. Ja? I said, okay. Okay. I said, do you have an oven in your house? Heb je een oven in je huis? Yes. Ja? How many times do you use it? Hoe vaak gebruik je het? Once a week. 1 keer per week. Every Sunday. Elke zaterdag. I said, that's amazing. Dat is verbazingwekkend. I said, so you have an oven in your house? Maar je hebt een oven in je huis. That you paid for. Daar heb je voor betaald. And you use it one day a week. En gebruik je 1 dag in de week. So for 6 days. Dus 6 dagen lang. Your oven is non-productive. Dan is je oven niet productief. Yes. Ja. I said, okay, tell you what. Ik vertel je. I want you to take this last paycheck. Ik wil dat je die laatste salaris. Go to the food store. Naar de winkel gaat. Buy some flour. En wat meel koopt. Buy some raisins. En zat rozijnen. Buy some nuts. En noten. And I want you to make those cookies that you bought me. En ik wil dat je die cookies koopt, bakt. She used to bring me these cookies. Ze bracht mij steeds die koekjes. I said, and I want you to take the cookies back to the hotel where you worked. En ik wil dat je die koekjes mee terugneemt naar het hotel waar je and net give gerekt. Everybody a free cookie. En iedereen een gratis koekje geeft. She said, what? I said, just do what I say. En ze zei, what? Je moet doen wat ik zeg. She said, okay, Pastor, I trust you. Oké, voorganger, ik vertrouw u. I said, that's good. Dat is goed. Trusting leadership is good. Vertrouwen, leiderschap is goed. So she went home. En ze ging. The next day she came and bought some cookies for me. De volgende dag kocht ze pasta. She said, I got the cookies. Ik heb de cookies. She said, I took them to the job where I was. Ik heb ze naar de baan genomen. And I gave everybody cookies. En ik heb iedereen een cookie gegeven. And I gave it free, just like you said. En ik heb ze gratis gegeven, net zoals je zei. She said, why did you tell me give it free? Waarom heb je gezegd dat ze gratis moet geven? I have no money. Ik heb geen geld. I said, because you are like a drug dealer. Want je bent net als een drug dealer. The first one is always free. De eerste is altijd gratis. She said. Zij zei. She said, the manager of the hotel. De manager van het hotel wants me to bring him a dozen. Wil dat hij me een dozijn brengt. And the housekeeper en de huisbewaarder wants 2 dozen. Wil 2 dozijn. And the bookkeeper en de boekwinkel wants 2 dozen. Wil 2 dozijn. And the man out front in the bellman, he wants a whole dozen. En de andere meneer wil. She said, I have orders. Ik heb orders gekregen. For 10 dozen cookies. Voor 10 dozijn koekjes. I said, put a price on them. En nu moet je de prijs aanhangen. 3 weeks later. 3 weken later. She came to the church. Kwam ze naar de kerk. Dressed right down. Helemaal in nieuwe kleren. I said, where you been? Waar ben jij geweest? She said, I've been selling cookies. Ik heb cookies verkocht. She said, I have over 25 orders. Ik heb nu al 25 orders. And my oven is too small. En mijn oven is te klein. So I am about to buy an industrial oven. Dus ik sta op het punt om een industriële oven aan te schaffen. 3 months later. 3 maanden later. She has an industrial oven. Heeft ze een industriële oven. And she is producing.
En ze produceren 25 cookies. 25 dozijn cookies. Elke week. 6 maanden. 3 employees. 3 werknemers. 12 months. 12 maanden. 22 employees. 22 werknemers. 2 years. 2 jaar. Million dollar company. Een zaak van een miljoen. She came to my office. Ze kwam naar mijn sat down. Ze ging zitten. She was smiling. Ze lachte. She said, my kids are in private school. Mijn kinderen gaan naar een privéschool. That's my BMW outside, pastor. That's my BMW. And I came to bring you a gift. En ik kom om je gift te brengen. She gave me an envelope. Ze gaf me een envelop. So I said, thank you very much. Dankjewel. She said, open it. Open it. I said, you want me to open it now? She said, open it now. Open it nu. I opened it up. $10,000. $10,000. I said, oh, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Woo. She said, pastor, that's not for the church. Dat is niet voor de kerk. That's for you personally. Dat is voor u persoonlijk. I just came to thank you. Ik kwam juist om te danken. I'm so glad I got fired. Ik ben zo blij dat ik ontslagen werd. As you start thinking from now on, you can actually be the next millionaire. Please kindly like this video and subscribe for more videos coming your way. And we would love to hear from you in the comments below. And also find a free gift for you and books at wisdomfordominion.com. Thanks for watching.